Ondertussen, wat vind jij nou van die Marjolein Faber? Gewoon even om terug te keren naar de politiek. Wat vind ik van Marjolein? Ja. Marjolein, zij is beleid, hè? Ja, dat is ze. Dat zegt ze ook steeds. Ja, en het beleid is best bewegelijk, merk je. Moi. Om rechtsom, er moet wat gebeuren. Nou, ik heb het zo gezegd, wat ik zie bij meerdere onderwerpen, bij asiel, ik zie een strategie, en daar word ik wel droevig van. Pestmaatregelen, zo noem ik dat, die nul effect hebben, worden heel groot gepresenteerd. Ja. De afgelopen weken. Er komt een bord voor de ASZC's. Ja. Er komt een opt-out. Wij gaan breken met Europa. Ja. Nou, Europa zei, waar heb je het over? Dus er komen steeds van die pestmaatregelen. Wij gaan mensen naar Oeganda sturen. De minister van Oeganda zegt, ik heb dit gesprek nooit gevoerd. Had het even opgegooid alleen zo, even tussendoor boeken. Nou ja, dus proefballonnen worden groot gemaakt die nul effect hebben. Ja. Wat wel werkt, is de spreidingswet. Van de week zegt ze nog, want wat blijkt, die spreidingswet, waarvan heel veel mensen zeggen, dat is dwang, dat moet je niet willen, hij blijkt te werken. Ja. Gemeenten komen in beweging. En zij werden daar van de week mee geconfronteerd. Nou, de wet lijkt te werken. Ja, hij mag wel werken, maar we gaan hem wel intrekken. Ja. Nou, dat is ook het beleid. Wat niet werkt, wordt groot gemaakt. Wat wel werkt, wordt teruggedraaid. Ja. En als het niet werkt. Is dat je kind tegen zegt, ik ga wortels en bananen en broccoli eten. Zeg, ja, dat kan wel heel lekker zijn, maar het is niet goed. We gaan het niet doen. Ja, maar het is heel gezond. Ja, het maakt niet uit. Gaan we niet doen. Dat is een beetje wat je zegt eigenlijk. Het werkt en je doet het niet. Nee, maar met als doel, als het uiteindelijk inderdaad niet werkt, dan op een gegeven moment, ja, de schuld. Want als je geen opvang regelt, wat gebeurt er dan nu? Ze moeten toch opgevangen worden. Dat wordt dan in dure hotels, in cruises. Dat wil niemand. Maar dat is wel het beleid. We gooien heel veel belastinggeld van hardwerkende Nederlanders gooien weg. Ja. Doordat we opvang op hele dure plekken moeten organiseren. Waarom? Omdat we de reguliere capaciteit, wat een paar tientjes per dag kost, willen we niet organiseren. Ja, en dat is ook wel een soort van deze zorgen over die kosten. Wij horen ook wel van mensen rond het kabinet en ook wel van minister zelf dat ze zich wel zorgen maken over Marjolein Faber. En of ze nou echt concreet iets gaat doen. Want ze heeft natuurlijk heel veel dingen geroepen. Of ze capabel genoeg is, wat je eigenlijk zegt. Of ze geschikt is. Want ze zeggen ook wel, nou, bijvoorbeeld wat vorige week gebeurde toen ze zogenaamd die dragende motivering af. Die was rond. Toen een uur later was hij toch niet rond. Ja. Ja, ik heb wel ministers gesproken die zeggen van ja, hoe amateuristisch is dat allemaal gelopen? En die echt denken, ja, zij moet het wel gaan doen. Want ze kan wel heel veel dingen roepen. Maar als zij als minister ook niet echt die migratie omlaag gaat krijgen, dan krijgen we inderdaad die exploderende kosten. En dan kunnen we al onze andere leuke. Maar heeft zij ook niet de functie waar je het meest kritiek op kan geven, omdat we hier allemaal echt heel fel wat van vinden? Juist, ik denk dat het ook wel echt heel lastig is, hoor. Want maar als dan moet je geen grote mond hebben. Nee, dan moet je gewoon zeggen, het is lastig, we gaan doen wat we kunnen. Maar grote mond. Maar als zij zegt het is lastig, dan krijg je ook daar kritiek op. Van ja, daar ben je voor aangenomen. Maar dan word je betaald. Nee, maar dan heb je gewoon een realistisch beleid van een verantwoordelijke minister die zegt, ik ga doen wat we kunnen. Maar politiek is kiezen uit schaarste. Het is kiezen uit die dilemma's. Het is niet goed en kwaad. Soms is het goed en beter of slecht of slecht. Maar we doen ons best. Oh, we doen ons best. Het is natuurlijk heel gek dat je uit Zweden komt en dat je daar zogenaamd borden hebt gezien. Waar wordt gezegd van we proberen te werken aan je terugkeer. En die borden bleken er helemaal niet te bestaan. Die verzinnen gewoon zelf. Ja, dat is hetzelfde als met het Oeganda-verhaal. Ja. Maar het staat op de websites en de voorpagina's van alle kranten. Dus dat wat ik zeg. En dat zie je bij alles. Bij de zorg zie je het terug. Bij onderwijs waar overal bezuinigd wordt. Proefballonnetjes worden groot gemaakt. Wat werk wordt teruggedraaid. De schuld wordt op derde afstand. Waarom ben je niet advocaat gebleven, Don? Goeie vraag. Nou, omdat ik zag dat het beleid. Ik stond mensen bij en die kon ik af en toe helpen, soms ook niet. Maar ik zag dat het beleid op zich onrechtvaardig was. En ik dacht van ja, ik kan wel één op één mens blijven helpen. Maar het voelde als water naar de zee dragen. Wil je echt iets betekenen, moet je rechtvaardig beleid hebben. Dus ben ik de politiek ingegaan. Ja. Maar dat maakt ook dat ik zo gefrustreerd raak soms wel. Ja, dat kan over, ik me voorstellen. Ja, over gekozen mensen die beloven we gaan het best doen voor Nederlanders. Maar eigenlijk gewoon duur verdiend belastinggeld gewoon weggooien. Die opvang in dure hotels waar we allemaal denken, hoe zou dat nou moeten kunnen? Ja. Je vangt asielzoekers op in hele dure hotels. Dat komt omdat jarenlang partijen zeggen, joh, we moeten de opvang sluiten. Want dat zou de instroom stoppen. Heeft niets met elkaar te maken. Het werkt niet. Er is te weinig opvang. Dus moet je in alle L, bij Van der Valk, bij andere partijen, moet je inkopen. Peter Gillis. Ja. En dat kost geld. Dus helemaal gesloten nu, hè? Ja, dan kunnen ze niet meer naartoe. Nee. Sterker nog, die hotels hebben op een gegeven moment ook de prijzen verhoogd, omdat ze er een verdienmodel hebben. Maar het is jou en mij belastinggeld. Binnen de Van der Valk weer ruzie natuurlijk daarover, hè? Met een paar. Nou goed, daar gaan we ook niet op door. Maar dus dat stoort mij. Zuur verdiend belastinggeld wordt over de pleeg gegooid. Er worden dingen geroepen, wij gaan dingen fixen. Terwijl er geen quick fixes zijn. Iemand heeft me wel eens verteld, de bewindspersoon die het minst nationaal iets kan regelen, is
de minister op migratie. Hmm. Wat merendeels gewoon Europees en verdragsrechtelijk geregeld. Maar dan moet je ook niet de grootste mond hebben. Nee. Dus gewoon zeggen, ik kan mijn best doen. Ik wil ook iets dat we beter migratiebeleid hebben. Ik wil ook dat we stappen zetten op arbeidsmigratie. Ik wil ook dat we stappen zetten op integratie. Maar je moet gewoon een serieus verhaal hebben. En als je nu beloftes maakt en ze niet kan waarmaken... en vervolgens de raad verstaan... Wanneer word je partijleider? De partijleider. Ja, dat moet jij gewoon gaan worden. Die Mirjam Bikker hartstikke aardig natuurlijk. Maar dat zie je ook met die bontebal. Je hebt wat frisse nieuwe bloed nodig met mensen die echt deze drive kunnen uitgaan. En een hele goede babbel, toch? Ja. Nee, maar als jij de peilingen ziet qua betrouwbaarheid... staan ze echt, zij en bontebal, staan nummer 1 en 2, hè? Ja. Dus Mirjam doet het best goed, hoor. Het wordt steeds meer Amerika. Het heeft steeds met verkopen te maken. Hoe je jezelf kan profileren. Energie, waar we het al eerder over hadden. Ja, ja, ja. Maar wat zou je willen dan? Don is bij mij in de show geweest. Ik denk, nou, 10 jaar geleden heel toen ik geleden. Bij Funix presenteerde. Ja. Wat was je toen? Wat was jouw functie toen? Ik denk dat ik toen... ik was geen advocaat nog, maar ik had een juristenkantoor. Die heette Anti-Incasso. Ik denk dat het daarom ging. Ik stond deurwaarders of tegen incassobureaus die iets te die ja, maar je was je wel rekenen. Al politiek aan het roeren. Ja, ik was in 2018 gemeenteraadslid. Dus misschien ja, was ik denk dat ik jou als gemeenteraadslid in de show heb gehad. Maar goed, als ik naar je kijk, dan denk ik wel... Hij is er klaar voor. Ja, denk ik let's ook, go. Hoor. Net als ik met die showtrap. Gewoon partijleider van de ChristenUnie worden. Hè. Gert-Jan Segers was ook een boegbeeld. Die had ook die uitstraling, het verhaal. Dat heb jij ook. Dus dat zou je moeten worden. Dank je wel hiervoor. Maar ik moet nogmaals constateren dat de meest betrouwbare politie op dit moment, volgens peilingen, dat het Mirjam is. Maar in die peilingen gaan jullie nog niet omhoog, ondanks dat ze heel betrouwbaar zijn. Langzaam maar zeker. Ja, langzaam heel langzaam. Zeker. Het mag harder, daar zijn we het beide over eens, denk ik. Maar wij concluderen hier wel, Marjolein Faber kan er niet veel van. Dat is wat wij eigenlijk hier concluderen, als ik jullie hoor. Nou ja, dat is wat ook wel andere ministers over haar denken, ja. Die willen wel echt nu iets gaan zien van haar. Want de eerste, 110 dagen of zo zitten we nu. Ja. Heeft ze eigenlijk nog niks gedaan, behalve dingen roepen die ze moest terugnemen. Nam je het nou ook voor haar op omdat ze vrouw was? Of puur omdat ze die minister... Nee, dat is niet mijn ding. Nee? Nee. Nee, maar ik, het is gewoon zo'n heftige discussie. En ik kan daar echt naar kijken dat ik denk... ik zou ook echt geen idee hebben waar de oplossing ligt. Want als mens denk je, nou, we gaan iedereen onderbrengen. Het gaat om kinderen. En laat alsjeblieft die vrouwen en kinderen ook nog komen. Maar ik kan me ook voorstellen als land... dat je denkt, ik kan zelf bijna niet een huis kopen of whatever. Ja, ik vind het echt heel lastig. En dan die Afghaanse bewakers met die familieleden. Ja. Wat vind jij ervan? Moeten die terug gaan ze niet naartoe. Moeten die hier naartoe? Nou, weer dezelfde kwestie. Als mens zou ik denken, ik mag toch hopen dat als ik in die positie zit... dat er ergens een plek voor mij is. Maar misschien is er gewoon echt geen ruimte meer. Ja, maar dat was een stevige discussie deze week. Ja, het vorige er is nog een groep Afghaanse beveiligers... die hebben voor Nederland gewerkt in Uruzgan. Maar wel voor Nederlandse bedrijven, begrijp ik toch? Niet gelijk voor de overheid, begreep ik? Ja, in de buurt van de ambassade. Ja. En ze waren via een particulier bedrijf ingehuurd. Ja. In de periode 2006-2010... En hoe gevaarlijk is het voor die mensen? Als ik de ChristenUnie moet geloven en eigenlijk de voltallige oppositie... dan lopen die mensen sinds de Taliban dat daar heeft overgenomen levensgevaar. Als je luistert naar Casper Veldkamp, de minister, die zegt... ja, deze mensen hebben nooit een wapen vastgehad, droegen geen Nederlands uniform... zaten niet heel erg dicht op de Nederlanders. Dus heel riskant hoeft het niet te zijn. Maar jullie twijfelen daar dus aan. Het is dus wel riskant. Nou, ook dit is een slap verhaal. Tot voordat dit kabinet aantreedt, was er binnen de Kamer vrijwel unaniem... ook Pieter Omtzigt, dus NRC, erover eens... deze bewakers die wij toevertrouwd hebben om onze militairen te bewaken... die lopen gevaar sinds de val van Kabul. Er zijn ook bewakers die overleden zijn in de tussentijd... omdat ze geassocieerd worden met, ik zeg maar even, de vijand, met ons. En alle militaire vakbonden die zeggen hoe... kan het kabinet deze mensen niet gaan helpen? Ja. Want wij hebben het mantra no man left behind. Nou, we hebben de tolken geholpen, we hebben een groep mensen geholpen. Dit is de laatste groep. Wij zeggen, er moeten ook niet meer mensen komen. Daarvan zegt dit kabinet met een heel slap verhaal. Ja, nee, ligt toch allemaal ingewikkeld. En nota bene NSC, die vorig jaar nog zei, we gaan ervoor. Die zegt nu, ja, nee, het ligt toch allemaal best ingewikkeld. Het is letterlijk levensgevaarlijk. Dat is duidelijke taal. Dat is wel gek als je het zo schetst. Dat moeten deze mensen dus ook allemaal weten. Maar zo hypocriet is dus politiek. Nou, als weer mijn vraag, je wilt het systeem veranderen. Je bent uiteindelijk advocaat door afgegaan. Is het waard wat je nu allemaal aan het doen bent dan? Het is heel vaak frustrerend.
Maar die lichtpunten wanneer je wel wat kan bereiken, tot nu toe is het wel waard. Wat is je laatste lichtpunt geweest dan? De leeftijdsverificatie. Ja? Hm. Ja, ik denk het wel. Okay. Ja, en jouw single, die klinkt wel lekker. Dat is ook een hoogtepunt, ja. Dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. Maar zonder gekheid, ik bedoel, blijf dit vooral volhouden, Don. Ik kan me voorstellen dat het soms ook voelt als vechten tegen windmolens namelijk. Als je dit soort dingen... Het is het vaak ook. Maar ja, je hebt 3 zetels. Volgende verkiezing gewoon beter doen. Kunnen misschien ook wat steviger... Zou je op hem kunnen stemmen? Opzetten. Gewoon? Ik hoef er niet meer te trekken. Nou, ik zou niet op je partij stemmen. Maar ik zou heel graag op iemand stemmen die zo overtuigd is van zijn eigen kunnen. En dat meen ik echt oprecht. Want heel vaak is het. Maar waarom het ook... zou je niet op zijn partij? Nou, mooi, maar daar heb ik dus niks aan, hè? In deze niet, nee. Maar als je naar een andere partij gaat, misschien wel. En welke partij moet het zijn dan? Nee, dan probeer je het toch uit met te krijgen. Ja, goed, ik bedoel, kan hij er rekening mee houden? Dan kan hij misschien erover na gaan denken. Ik volg hem gewoon en mocht hij ooit overstappen en ik denk, nou, dit is nou een mooie partij, dan ga ik gewoon op hem stemmen. Ik zag even twijfelen. Ja. Had me bijna. Maar scherp blijven. Als Don het overneemt van Mirjam, zou jij dan op de ChristenUnie stemmen? Ik heb in het verleden wel op de ChristenUnie gestemd. Ik heb wel op Gert-Jan Segers gestemd, ook in het verleden, ja. Maar zou je het in de toekomst weer doen? Ja, dat zie ik me zo wel weer doen, ja. Als Don aan het roer staat. Ik zit ook weer bij dat CDA natuurlijk. Want ik vind ook dat Bontebal en de filosofie die daarop nahoudt uitstekend bezig is. Nou, misschien moet CDA bij ons gekomen en Bontebal bij ons. Wie weet. Maar de kans is te groot dat jullie dan daar moeten komen. We gaan het zien, Wilfred. Goed dat je er was, Mats. Hey. Doe het goed aan je vader en je moeder en de vriendin van je vader en de vriend van je moeder. En iedereen, iedereen gewoon. Dat wat is dat verhaal dan? Nou ja, eigenlijk dachten wij dat hij te jong was. Een soort running gag, maar het is eigenlijk niet heel grappig. Maar het wordt wel elke week weer ingegooid. Ja. Dat hij eigenlijk te jong eruit ziet, dat we altijd denken, weet je moeder wil dat je bent. Maar zo hebben we zijn moeder leren kennen en zo hebben ze vader leren kennen. Dat zijn 2 jaar geleden toen ik hier voor de eerst zat. Maar zijn ze allemaal een keer al geweest? Ze zijn allemaal al een keer geweest. Iedereen is voorbij gekomen. Nou, groeten. En het leukste van alles, we hadden laatst een uitzending dat en toen bleek zijn vader een relatie te hebben gehad met onze gast die ook in Oogappels zat. Hoe heet ze ook alweer? Ja, Malou Gorter. Ja, en die bleken gewoon een relatie te hebben. Zo. Het is zo interessant voor jou. Het is zo'n leuke familie hier. Ja. Nou, Don, bedankt. Jij ook, Mats. En tot de volgende keer.